Wilhelminapark bruist. Je moet een tevreden man zijn. Ik ben zo tevreden. Ik loop op roze wolkjes tegen mijn commissieleden. Het is zo'n groot feest en ik had niet verwacht dat er zoveel enthousiaste mensen, zoveel enthousiaste artiesten en zoveel enthousiaste teams hier rond zouden lopen. Het is één groot feest. Dat klopt, de muziek is ook goed. Ja, de muziek is fantastisch. En als je dan Corrie Konings toch eventjes tussendoor, die komt vertellen, ik kom op jullie samenlopen optreden. Ja, dat is geweldig. Maar ook voor de kinderen is er van alles te doen. Dat klopt. Onze kinderhok, daar staan de dames en heren van Kinderstad. Die wordt echt druk bezocht. En nou gaat zo meteen Loetje Bos gaat een heel optreden doen voor de kinderen. En dat wordt weer een geweldige show. Nou, ik mag je een primeur geven. Het wordt zo meteen pas bekendgemaakt, maar we zitten op dit moment op 50.000 euro. Dus ik ben zo'n tevreden mens. Ja, dat kan niet anders. Ja. Nou, en we zijn nog maar pas in begin in de middag. Tot hoe lang lopen jullie nog door? Wij gaan tot 4 uur door. En we hopen dat daar nog een mooi bedrag bij komt. Dus we gaan ervan. Voor mij is het nu eigenlijk al geslaagd. En vooral eigenlijk niet alleen het geld, maar omdat mensen in Tilburg beseffen dat kanker geen verboden woord is, maar dat daar openlijk over gepraat moet worden. En dat stemt me heel tevreden. Ik ben ook ontzettend blij dat het uit de taboesfeer is gehaald. En dat het hier zo open wordt benoemd en erover gepraat wordt. Ja, dat klopt. En dat is ook onze hoofddoel geweest. We willen survivors 24 uur in het zonnetje zetten, maar vooral kanker bespreekbaar maken in Tilburg. En als ik gisteren na mijn openingswoorden een man naar me toe komt en die zegt, Winnie, je hebt gelijk. Ik durf niet naar mijn buurman toe te gaan omdat hij kanker heeft. En als ik hem dan vertel van, maar je hoeft niet over kanker te praten. Je kunt met die man ook over voetballen of wielrennen praten. En dan tegen mij zegt, ik ga daar maandag heen. Ja, dan kan mijn dag niet meer stuk. Hey, hallo. Ik zag je gisteravond op Festival Mundial. Ja, weer hier. Dat klopt. Wat leuk. Ja, enig zeg. En nou ben je weer hier. Nou ben ik weer hier inderdaad. Ja. Het is laat geworden vannacht, denk ik. Ja, behoorlijk. Behoorlijk. En we zijn hier nog aangehaakt aan het Wilhelminapark. Ja, ja. Dan hebben we ook, zitten we met z'n allen, hebben we nog een drankje gedronken. Hebben we nog even gelopen en gedaan. Dus, en hoe lang loop je nu nog? Ik heb nu bijna een uur gelopen. Okay. Maar het kan nog wel even, dus ik ga nog wel even door. Okay. Ja. En je loopt voor iemand speciaal? Ja, ik loop voor Fenneke. Ja. Ja. En natuurlijk ook voor de andere mensen die kanker hebben. Dus ja. Nou, we gaan nog lekker een uurtje door. Ja, zeker. De zon schijnt. Ja, vandaag heerlijk. Begint de zomer. Vandaag begint zeker de zomer voor iedereen. Okay, En vanavond weer naar Mundial? Ja, zo meteen ga ik gewoon lekker door. Oh, nou, ja? Dan gaan we er lekker weer naartoe. Okay. Tot vanavond dan. Hè? Dag. U loopt ook met een speciaal doel hier voor de kanker, voor iemand? Of? Niet voor iemand speciaal, maar wel dat wij gewoon beseffen van dat het een ziekte is die nog heel veel leed veroorzaakt in gezinnen en bij mensen. En als je daar zin kan bijdragen, graag. Superleuk dat u meeklapt, dames en heren. Oh, heerlijk. Achter op jouw t-shirt, en dat zien de mensen niet, maar daar staat Mission Possible. Dus er is iets mogelijk. Zijn jullie van een bepaalde groep? Ja, we zijn met een groep vrienden en familieleden en kennissen van elkaar hier bij de Samenloop voor Hoop. Wij hebben van tevoren met z'n allen natuurlijk bedacht over een teamnaam. Want ja, wij willen iets uitstralen en dat willen we graag door middel van onze teamnaam bevorderen. Mission Possible hebben we eigenlijk gekozen omdat wij geloven dat het mogelijk is om kanker uiteindelijk helemaal uit te roeien. En daarom de mogelijke missie. Maar ja, daar is natuurlijk heel veel geld voor nodig. Dus daarom zetten wij ons ook in voor KWF kankerbestrijding. En hebben wij de naam Mission Possible gekozen. En jij bent zelf ook aan het strijden tegen de kanker. Dat klopt. Ik ben zelf survivor. Dus ik heb ook kanker gehad. Ik ben in 2003 ziek geworden. Ik heb 18 kuren gehad. Een beenbesparende operatie. Helaas kwam het in 2005 terug.
Toen is mijn been eraf gehaald. Heb ik alsnog 9 chemokuren gekregen. In 2007 heb ik nog 1 uitzaaiing in mijn linkerlong gehad. Daar ben ik aan geopereerd en eigenlijk sindsdien is het eigenlijk rustig. Dus ik ben nu 2 jaar kankervrij. Fijn dat je je zo inzet voor al die lotgenoten. Ja, het is gewoon heel mooi om te laten zien hier met al deze mensen die allemaal voor hetzelfde doel hier zijn. Om te laten zien dat er een leven na en met kanker is. Het is gewoon heel mooi. En je kunt ook goed uit de weg zo met het ene been. Ja, klopt. Ja, ik ben niet anders gewend. Ik bedoel, ik heb sinds 2005 nou 1 been. Ik loop zoveel op krukken. Ik doe alles met krukken. Dus het is geen enkel probleem. Wil jij even B-trick zijn? Ja, wie wil er even B-trick zijn? Ja, kom maar. Ja. Als jij hier gaat staan. Hier, ja, jij. En dan sta ik hier op het begin van de rollend trottoir. En dan sta ik helemaal alleen, hè. Doen. En met 2 koffers. Ik, hè. Helemaal alleen. En ik ken niemand, helemaal eenzaam. En toen hoor ik opeens mijn naam. Ik kijk om en denk, wie kent mij nou hier, wie kent mij nou? Helemaal niet. En toen hoorde ik nog een keer mijn naam. Beatrice! En we vliegen elkaar in de armen. Ben je voor mij gekomen naar Schiphol om mij op te halen? Oh Ben, wat ben je toch een goede vriendin. Even terug naar gisteravond. Hoe is alles verlopen? Ja, fantastisch. Een kaarsenceremonie om nooit meer te vergeten. We hebben het hele Wilhelminapark in het licht gezet. We hebben achter de vijver de borden hoop en leven tot licht gebracht, op de vijverlampjes. We hebben mensen allemaal tot ontroering gebracht en ja, het was fantastisch. Emotioneel, maar fantastisch. De zakjes, daar zaten ook allemaal kleine theelichtjes in. Dat was allemaal aangestoken door vrijwilligers. Klopt, ja. We hadden zelf gedacht om daar een 3 kwartier tot 1 uur voor nodig te hebben. Maar zoveel mensen hebben er spontaan mee geholpen dat we binnen 10 minuten hadden we 7000 kaarsjes aan. Fantastisch. Dat moet inderdaad een heel mooi gezicht geweest zijn. Ja, het was geweldig. En vooral dat mensen, dus 7000 mensen, hebben kaarsenzakken gekocht. Die hebben daar gedoneerd bij ons. En ja, die hebben wij hier met hun teksten, met hun gedichten, met hun tekeningen erop uit kunnen stallen. Het was geweldig, ja. Mensen hebben die zakjes gekocht, die hebben daar een tekst op kunnen schrijven. In veel gevallen is het ook niet gebeurd. Maar ging dat altijd over mensen die gestorven zijn aan kanker? Nee hoor, was ook mensen die een hart onder de riem werden gestoken, die nog het gevecht aan het aangaan waren tegen kanker. Dus het was eigenlijk van alles wat. Zelfs mensen waarvan een vader van was overleden aan een hartinfarct. En dat is ook een ziekte, dus daar mogen we ook best even bij stilstaan. Het is geweldig dat er zoveel mensen zoveel aandacht besteden aan uw samenloop voor hoop. Nou, niet mijn samenloop, hoor, want wij doen het met een hele grote commissie. En ik ben er maar een klein schakeltje van. Zonder mijn commissieleden zou dit nooit gebeurd zijn. En daar dank ik ze ook heel hartelijk voor.